Go, 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 go. Doei Martijn, fuck jou, we hebben je fiets, we gaan hem stelen, fuck jou. Oké, pak de camera, pak de camera. Hallo, Faga. Wat gingen we ook weer doen? Jongens, de mega chill sessie. Mailtje, mega chill sessie. 10! Jawel, 10! Die hebben 5. 10! 10! Ja! 10! Nou, die doen we 1000. Ja, oké, ja. 1000! Mega chill sessie, 1000! Ja, jij ging die fiets plaatsen, toch? Ja, we gaan nu de fiets stelen nadat ik ben overgereden. Oh, die auto. Oh. Ik ben overgereden. Gaat fout. Gaat fout. Shit. Oh, deze van Martijn, die gaan we even stelen. We zijn helemaal klaar. Kom maar. Fuck. Nee, kut. Als je kom. Nog eens... Kind, ik weet de code. Weet je de code? Oh. Hij heeft ook helemaal niks door. Hij staat in die tuin. Hij zit daar in die tuin. En hij heeft gewoon helemaal niks door gewoon. Hij doet ook helemaal niks gewoon. Oké, let go. Go. Doei Martijn, fuck jou, we hebben je fiets, we gaan hem stelen, fuck jou. Nee, moet je niet zo rijden, man. What the fuck is dit? Nee, je moet wel goed rijden. Oké, okay, kom, we gaan. What the fuck heeft deze verkozen? Dit is echt leuk. Hey, doei Martijn. We zijn er met je fiets vandoor. Wat? Als ik daar shit... Nee, ik heb daar niks liggen. Oké. Okay. Ja, yeah. Gaan we lekker naar het dorp nu. Dat is leuk. Lekker naar het dorp. Oh, zijn fiets staat er nog. Oh ja, shit. Zijn fiets staat er nog. Nou ja, fuck it. Ja, we gingen dus fietsen en het ging een beetje verkeerd. Het ging fout, zeg maar. Ik weet ook niet wat er gebeurde, maar dit ding schiet er af en toen ging... En toen dacht deze gozer die mij brengt, dat hij stuk was, deze fiets. Maar hij is gewoon niet stuk. Wat de fuck, man. Oké. 1, 2, 3. Let's go, bitches. Bitches. Ja. We gaan. Diegene heeft voor mij gewoon dik in de steek gelaten. En is nu gewoon weggefietst. Is gewoon kut, weet je. Maar daar zijn andere vrienden op het dorp. Dus dan ga ik daar gewoon heen. Maar het is wel kut, weet je. Het is gewoon kloten. Het is gewoon kut, weet je. Maar het is wel een leuk dagje, zeker weten. Ik ga weer een beetje laten zien wat ik allemaal ga doen. En dat is leuk, dat is zeker leuk. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Oké, mensen, ik moet even mijn fiets pakken en dan ga ik naar het bushalte, ga ik iemand ophalen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Daar is mijn huis en we gaan fiets pakken en we gaan. Nieuw batterijtje erin, bitches. En nu kunnen we er tegenaan gaan, jongens. Zeker weten. Fietsie. Ik kan echt nooit met camera. Oh, dat gaat best wel goed eigenlijk. Oké, hekje open. Yes. Oké, weet je hoe ik hem altijd dicht doe? Gaat heel simpel.
Fuck jou. Hé, hey, Stan, heb je ook een zuigzoentje? Nee? Oké. Okay. Jij wel. Hé, hey, Lucas, heb jij een zuigzoentje? Van je moeder. Arthur, leg eens even je oude kijkertjes uit hoe je moet zuigzoen geven. Zo. Nee, hoe je dat moet geven. Oh, zo. Wat was de truc om het te leren? Nee, zo. Nee, wat was de truc? Nee, dat... Oh ja. In een kut likken en dan hard en zo. Toch? Dat zei jij. Ik praat ook echt zo bij je lekker. Een zuigzoen geven, ja. Een zuigzoen geven door te likken. Dus, jij bent zeker de zuigzoenspecialist. Nee, kijk Arthur. Weet je wie nou een zuigzoen in je bek krijgt? Ja, in je bek zelfs. Ja. In je bek. Johan. Kijk, zet je mond ergens op en je begint te zuigen. Nou goed. Heftig. Johan. Film je? Ja, ik film. Dat is Arthur's vriendin, hè? Weet je wat zij zei? Weet je wat zij zei? Nou moet je ook laten zien op de camera ook. Nee. Jawel. Hé, hey, wat is dat? Mag wat zei jij? Oh, wil je? Wat zei jij? Ik zei... Oh, het is kauwgom. Ik zei kauwgom. Oh, kauwgom dealen, kauwgom dealen. Ja, oh my god. Kylie, wat is er met jou aan de hand? Het is een kind. Oh. Oh ja, je vraagt al mij. Eenhoorn of eenhoorn in het Roemeens. Ja, ze weet toch niet wat eenhoorn in het Roemeens. Hé! Hey. Voor kauwgompje. Ze is Roemeens, maar ze weet niet wat eenhoorn is. Ja, echt, wat de fuck. Oh, wat erg. Wat ben je dan voor Roemeens? Ik daar heeft niks op te zeggen. Oh! Gaat die op fietsen? Hij staat aan hoor. Ja. Die cameraman is echt niet normaal leven. Dan ben jij niet. Van de cameraman. Hier, dit is de cameraman. Ja, je vinger op de microfoon, je vingertje. Vingertje op de microfoon. Nou is het al niet meer bruikbaar. Ja, ga maar filmen. Nou, laten we even. Nee, jongen. Oh, nee. Nee, die zit er fucking diep in. Ik zweer, die zat diep in mijn oren. Dieper. Dieper. Ja, niet zo, maar hij is echt leuk op kant. Hij doet altijd zo gek. Zie je? Als een gezicht, joh. Niet normaal, man. Niet inzoomen. Had je die video gezien? Of niet? Van niet inzoomen. Niet inzoomen. Ik werd helemaal boos, hè? Niet inzoomen. En je vingertje van het geluid af? Ja. Houd je vinger van het geluid. En je zit op de microfoon met je. Nee. Jij zit op de microfoon. Ja, ik ging nog ja, dit is gewoon kut. Kleine Lucas gaat even die drie in zijn creamers, drie creamers in zijn mond steken. Challenge natuurlijk. Daar gaat hij. Oh, het sneeuwt. Nee, doe nou in je. Doe jij vaak dingen in je mond steken of niet? Nee, Arthur, dat doe jij alleen. Nee, wat doe jij? En jullie dan ook nog eens langwerpige voorwerpen. Stop nou het in je mond, dan zijn we klaar. Ja, ga nou eens janken, man. Hier, kijk dit. Mijn mond clear. Doe normaal! Oké, nou gaat het goed komen, En? Is het lekker? Hij gaat kapot! Doe dat op zijn hoofd, alsjeblieft. Hola. Kan ik erop? Wat zei je? Ik zei, kan ik erop? Nou, daar zitten we dan. Wat is er? Ik kan niet zien. Nee, je hoeft niet te zien. Oh, ik ben gewoon even aan het vloggen natuurlijk. Hè? Oh, heb je geen foto gemaakt? Nee. Nee, we hadden het net over de bloemetjes en de bijtjes, hè, natuurlijk. De bij komt op de bloem. En dan komt er natuurlijk een kindje. Zo ging dat toch ook weer? Huh? Is het echt zoiets dat je dan zit. En dat je dan eigenlijk niks te melden hebt. Dat je gewoon heel droog met je vader hier zit. En dat we niks tegen elkaar zeggen. Toch? Ja, dat is het eigenlijk wel, ja. We gaan straks uit eten, dus misschien kan ik wel ook een beetje filmen. Maar ik vind het altijd wel een beetje awkward om in een restaurant te filmen. Maar ik ga het proberen. Wie speciaal gaat er, voor jullie, wie gaat weet er je. Uit eten? Met vader, met broer,
met moeder. Ik denk dat ze daar zit. Je bent gek. En Jochen en Ineke, toch? Nee, wij, papa en mama gaan met Jochen en Ineke. Oh, wij niet? Volgens mij niet. Huh? Wel. Ik begrijp er geen ene... Oh, nou, dan misschien wel, maar het kan ook zijn dat ik het fout heb. Ja, ik weet het niet. Gaan wij niet uit eten? Ik weet het niet. Want ik moest om 6 uur thuis zijn. Want Daniel zei... Laat 6:30. Oké, okay, we stoppen gewoon. Nou, doei. Ja, nou heb je kloten. Ja, stil. Wil je dit even niet meer doen? Even... Okay. Nou, daar ben ik weer. Nee. Zo, vader. Wat heb je te melden nu ik... Dat je verneukt bent. Wat? Dat je Hoezo? Verneukt bent. Hoezo? Nou, jij dacht dat ik serieus was. Oh. Dus verneukt heet dat. Doei. Nou, daar ben ik dan in de Liggersberg. En we gaan dus... Ik zei net dat we gingen eten bij een Italiaan. Dus dan, daar is de Italiaan. Dus gaan we daar eten. Met andere mensen. Met Joch, ik weet niet of ik de naam mag zeggen, laat maar de namen. De namen die doen er niet toe. Maar even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mensen gaan we eten, toch? 9, Bart komt ook. Bart komt ook, oh gezellig. Gezellig. Dus dan gaan we lekker eten. Mensen, weet je hoe dom ik ben? Ik ben gewoon vergeten om dus het eten te gaan filmen wat ik gegeten heb. Het is echt heel dom. Maar ik vond het zo lekker. Het was ossehaas met truffel. En ik vond het hartstikke lekker. Ik heb lekker gegeten. Ik ben nu in Hilligersberg. Waar alle gangsters zijn, weet je. En ik doe daar zo. Daar is het restaurant. En het is een Italiaans restaurant. Het is hartstikke leuk. Dus ja toch. Wat is het? Ja. Dit wil ik ook laten kopen, vind ik ook wel leuk. Ja, dat is wel lachen, weet je. Maar ik ga weer even mijn sigaretje broken en dan ga ik weer naar in het restaurant natuurlijk. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, even in de bankje stappen natuurlijk. Ja, het is een klein autootje. We hebben nog een Ferrari, een Lamborghini hadden we toch ook? Toch? Ja. Rijden we dan meteen goed aan? Ja, links. Dat is makkelijk. Nou, ik ga dan naar huis. Ga je ook mee? Of niet? Of ga je met hun mee? Oké. Okay. Okay. Moet ik Arthur dan even afleveren? Moet je mij even afleveren? We lopen daar vandaan naar huis. Van huis even daar naartoe. Oké. Okay. Wat mij betreft. Ja. Ik ben toch vrij. Ik ben vrij. Mijn moeder is helemaal blij dat ze vrij is. Ja, ze zit helemaal te dansen en te springen en te zingen. Ja, en ik moet nog donderdag en vrijdag. En dan ben ik ook vrij. Maar jij moet morgen echt even met Ruben erover hebben, ook na de vakantie, wat er dan gebeurt. Ja, dat... ja. Echt hoor, Art. Niet vergeten. Het staat op de video, dus... nou, dat is fijn. Hè? Kan ik het niet vergeten. Kunnen jullie het ook zeggen natuurlijk, hè? Nou mensen, zegt mijn moeder, neem jij eens die kussens mee? God, gloeiende. Moet ik een kussen meenemen? Oh god, ik val bijna. Gaat fout natuurlijk. Hup, nog een kussen meenemen. God, voor de dieven zeg. Dat zij dat gewoon vraagt, hè. Het is niet normaal, gewoon. Het is godverdomme gewoon niet normaal. Het is gewoon god, gloeiende, niet normaal. Godverdomme. Hup. Hè? Weet je wat ik met die kussens doe? 1, 2, 3.
Zo, dat doe ik ermee. Fuck die kussens. Raam. Met die banaan. Weet je wat ze nog meer zeiden? Pak het bakje. Weet je? Pak het bakje wel. Hier. Ga ik even laten zien hoe ik dat bakje gegeven. Dit hè, dit bakje. Pak hem maar, zeggen ze. Pak hem maar. Hier. Zo. Hoppakee. Dat doen we ermee. Mensen, vet dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Laten we even de 2000 pompen, dat kunnen we. Je ziet al aan me dat ik best wel moe ben. Dus ik denk dat ik ga editen en dan mijn bed in ga springen, jongens. Ja, plaats een leuke reactie wat ik allemaal in de vlog moet gaan doen. Want ik ga dus vlogs maken, dagelijkse vlogs. Maar ik wil dus ook een bezigheid hebben. En misschien is het leuk als jullie bedenken wat ik in de vlog moet gaan doen voor bezigheid. Het mag alles zijn. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Deel deze video en ik zie jullie weer later. Oké, pak de camera.